De allerbekendste Fries is ongetwijfeld Prut Pier. Koning van Friesland! We kennen hem van de tv-serie Floris en het beroemde versje. Maar wie was hij nou eigenlijk? Pier was een rijke eigen erfboer uit Kimswert. Toen zijn huis en haard verwoest werden in het krijgsgeweld, besloot hij zelf te gaan vechten. Prutte Pier staat voor veel mensen symbool voor de Friese vrijheid. Maar eigenlijk was die Friese vrijheid wat inhoudt dat er geen centraal gezag is en de Friesen zichzelf besturen vanuit landsgemeenten, in de tijd van Prutte Pier al verdwenen. Er was toen al centraal gezag, maar Pier wilde zich blijkbaar toch aan dat Friese vrijheidsideaal vasthouden en streed daarvoor. En strijden, dat deed Prutte Pier. Volgens het verhaal was hij een gigantisch lange man en had hij ook een gigantisch groot en zwaar zwaard. Waarschijnlijk het zwaard dat hier achter mij te zien is.